gaan fileren. Dus je kan insnijding geven in de buik om de ingewanden te verwijderen. Of je kan ook schoon gaan fileren erover. Je gaat zien, dat ga ik jullie direct eens tonen. Insnijdingsje geven achter die eerste vin. Ja. Mooi de kop meevolgen tot als je op de graad komt. Dus een beetje zoals dat je dat bij een zalm zou doen, hè, mensen. Ja. Insnijdingsje op de rug. Hier, mooi, tot aan die eerste vin. Zie je? En dan gaan we dus echt gewoon glijden op de graad, gelijk als dat we dat vorige keer ook met die zalm gedaan hebben. Uw mes lichtjes naar beneden drukken, vasthouden. Dus ik snij die kop daar niet af, want dan heb je een goede nauw vast. En dan gaan we eigenlijk glijden over die graad. Komt daar schoon af, uw ingewanden blijven hier ook mooi zitten. Voilà, dat is de ene kant. De andere kant kunnen jullie zelf eens proberen. Hier zitten natuurlijk met die kleine zijgraadjes die we moeten gaan verwijderen. Maar dat kun je er schoon zo afsnijden. Hè. Voilà, een beetje losmaken, hier zitten er ook nog. Zie je wat ik bedoel? Dat buikklapje, dat is ook een beetje gelijk als bij de zalm. Dat hebben we ook niet echt nodig. Dus dat snijd ik schoon eraf. Voilà. Hier heb je dan altijd nog een paar kleinere graadjes dat je kan uittrekken als het moet. Voelt dat, hè, mensen, waar dat ze zitten. Voilà. Beetje nu visvlees tegenhouden en dan schoon eruit halen. Voilà, die zijn al properkes. Niet ontvellen, hè, deze keer. Dus we gaan bakken met het velletje. Wat dat je wel kunt doen, is dan bijvoorbeeld straks zo mooi stukjes gaan snijden. En als we ze dan gaan bakken, zoals dat ik zei, één stukje naar boven voor de presentatie met het vel en dan het andere stukje dat je ernaast legt zonder vel. Nu is het belangrijk dat je dit uiteraard goed gaat wassen, dat al je schubbetjes weg zijn en dan kun je hem eventueel in stukjes snijden en voorlopig in de koelkast tot straks. Ja, voilà, hier idem.